Musicalgrootheid Stanley Burleson, die ook ooit in een ver verleden met Cats op de planken stond, mag de nieuwste cd uitreiken aan Marco en Anita. Morgen is het te komen aan de winkels, maar ik wil deze twee als eerste graag uitreiken aan Marco en Anita. En... Voorafgaand aan de première hebben de castleden een schilderij gesigneerd dat later geveild wordt voor de dierenbescherming. Zo willen de katten van Cats ervoor zorgen dat hun soortgenoten meer bescherming krijgen. Marco Bakker heeft ook veel aan zijn eigen kat gehad om zich in te leven in zijn rol. Hey, nou, ik heb zelf een kat thuis. Dat is een behoorlijk oude kat, dus daar heb ik heel veel van kunnen leren. Anita Meijer heeft zelf helaas geen poezen in huis. Ik had een hond, die is in juni overleden. Ja, dat is toch wel erg hoor, als je zo'n hond 13 jaar hebt. Maar ik vind poezen ook wel heel leuk. Alleen, ik woon aan een beetje doorgaande weg. Dus het was nooit een optie om een hond of een poes te nemen. Het is ook wel even wennen geweest voor de zangeres. Zo'n rol in een grote musical. Het is anders, want normaal kom je een zaal binnen en dan proef je het sfeertje. En dan pas je dan aan wat je doet, hè, met je repertoire. Je hebt niet zo'n contact met het publiek in die zin dat je een praatje met ze kunt maken. En ja, nou ja, die diversiteit maakt het juist wel leuk. Cats draait momenteel in het World Forum Theater in Den Haag. Maar is het komende jaar nog in veel verschillende Nederlandse steden te zien.